Het gaat goed met de ontwikkeling van een onkruidrobot door het Wageningen University and Research Center in Lelystad. De robot moet een duurzame oplossing worden voor het wieden van onkruid en is de afgelopen tijd uitgebreid getest. Vandaag is de machine op transport gegaan richting de Technische Universiteit in Delft, waar er in de winter verder aan wordt gewerkt. De regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon financiert de ontwikkeling van de robot. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de innovatieve robot die zelfstandig volautomatisch zou moeten werken. De kern is een camera, algoritme en robotarm. Dus in deze zwarte box zit een camera en een lamp. Die kijkt naar beneden en maakt eigenlijk de opnames van het gewas. En het onkruid dan? En het onkruid, ja. En er zit een algoritme achter waarmee we het onkruid van het gewas kunnen onderscheiden en het onkruid goed kunnen identificeren. En op het moment dat we dat als zodanig hebben gedaan, worden de coördinaten van het onkruid naar de robotarm gestuurd, naar de robotarm. Onder die robotarm zit een grijpsysteem, waarmee we het onkruid eigenlijk kunnen plukken. En het hele jonge onkruid geven we eigenlijk een tik en duwen we terug in de grond. De uitdaging was vooral om het apparaat te leren het verschil te zien tussen onkruid en het gewas. Daarvoor is wekenlang een camera over het land getrokken. En hier ben ik eigenlijk heel het seizoen overal in met name Flevoland rondgegaan over de akkers. Om de opnames te maken. En die nam ik mee om vervolgens al die camerabeelden te labelen. Dus voorzien van vierkantjes en dit is onkruid en dit is gewas. En uiteindelijk hebben we duizenden foto's gevoed aan het algoritme. Een zelflerend algoritme die, als je maar genoeg voorbeelden heeft, uiteindelijk het verschil kan zien tussen het onkruid en het gewas. De onkruidrobot moet in de toekomst een alternatief zijn voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Als boeren die nu niet gebruiken, moet er met de hand gewied worden. Daarvoor zijn veel mensen nodig en het kost veel geld. En hij neemt geen pauzes, dus hij kan doorgaan. En we verwachten dat we het ook in eerste instantie ook al voordeliger kunnen inzetten dan het handwieden. We verwachten echter niet dat we 100% van het handwieden kunnen vervangen. Maar als we nu kijken naar de eerste resultaten, dan zou het zeg 80% realistisch zijn om 80% van het onkruid te verwijderen. Er wordt nu gezocht naar boeren die in het voorjaar mee willen doen aan het onderzoek. Dus de akkerbouwers die nu wortelen, zaaiuien of chicorij verbouwen, kunnen zich aanmelden. En al in het voorjaar samen met ons product doorontwikkelen en testen.